Je hoort Frans Bauer niet zo snel in interviews over seks praten. Het is namelijk niet bepaald zijn favoriete gespreksonderwerp. Maar als de Vlaamse seksuoloog Kaat Bolle naast hem zit, is er geen ontsnappen meer aan. Jij hebt een boek geschreven over schaamhaar. Yes. Als ik mijn eigen schaamhaar scheer, ik lig altijd half in de knoop te hopen dat ik geen schaamlip afsnij. En, ja. Porno is niet slecht, dat helpt niet onze jeugd om zeep. Zolang er maar iemand is die zegt van ja, hè, anale seks, dat doen we niet op de eerste date. Er moet zo wel een stem zijn. Lieve schat, dat... ik doe het na 40 jaar nog niet. Dat hoeft ook niet.